De Zorgraad heeft vanmorgen de situatie van de gezondheidszorg en de aanbevelingen aan het publiek gepresenteerd. Dit gebeurde op een openbare vergadering in het Lalaroek-gebouw. Anjani Gamput, voorzitter van de Zorgraad, heeft de aandachtspunten van de afgelopen openbare vergaderingen behandeld. De raad heeft veel onderzoek gedaan om antwoord te krijgen op geconstateerde problemen. De resultaten van het onderzoek waren niet wat de raad had verwacht en vooral de reactie van het SZF was teleurstellend, zei Gamput. Toen wij dit zo doorgestuurd kregen, waren we vreselijk teleurgesteld. U moet weten, 75% van die verzekerden die zijn dus ondergebracht bij het SZF. Het uitvoeringsorgaan heeft als taak de wet basiszorgverzekering in praktijk uit te voeren. Iets wat ze doen is dus data verzamelen. Data verzamelen om vervolgens na te kunnen gaan hoeveel procent van de Surinaamse bevolking is werkelijk wel verzekerd. Hoeveel werkgevers verzekeren wel hun mensen. En uiteindelijk is het dus zo dat er op dit moment dus niets gezegd kan worden over dat stukje als er geen data gegeven wordt. Iets anders dat aan de orde kwam was de onterechte screening van 016-60+. Er was een hele discussie over wat wel mag, wat niet mag. En uiteindelijk heeft dus toen ook de minister van Volksgezondheid aangegeven, er mag niet gescreend worden. De mensen moeten dus verzekerd worden. Het is een regeringsbesluit. En er is ook nadrukkelijk aangegeven, er heeft geen wijziging plaatsgevonden in het regeringsbesluit. 016-60+, geen screening. Volgens de ondervoorzitter van de Zorgraad, Glynis Tjongensoe, is de gezondheidszorg, waaronder de medische zending, de RGD en het SZF, de laatste maanden te vaak negatief in de media geweest. De raad heeft deze periode afgebaken van november 2017 tot midden februari 2018. Tjongensoe zegt dat de uitbetalingen niet voor een structurele oplossing hebben gezorgd. U hoort ook Ashwin Agai-Bersing, lid van de Zorgraad, die vertelt wat de raad heeft aanbevolen omtrent bezwaarschriften die naar hen zijn toegestuurd. Er is heel wat geweest over de wet Nationale Basiszorgverzekering. Op een gegeven moment is het besluit genomen van, we gaan die dure zorg weghalen. Is dat wel de oplossing? We weten het niet. Eigenlijk is iedereen een beetje in de war. De mensen in de assemblee zeggen wel eens, nou, ik weet niet wat er aan de hand is. Dan komt er weer een tegenbericht en zegt, nee, we gaan toch wel het mes erin zetten. En uiteindelijk komt er weer een bericht. Maak je geen zorgen, de dekking is ongewezen. Ik begrijp dat de burger niet weet wat er aan de hand is. En ook wij zitten soms met wat vragen. De Zorgraad heeft een besluit gedaan. Dat besluit is zwart op wit aan de indieners van het bezwaar afgegeven. Met het bericht van, dit is het besluit van de Zorgraad. Je kan hiermee teruggaan naar het SZF en aangeven dat de Zorgraad heeft besloten dat ze niet geweigerd mogen worden. Nou ja, ook daar heb je verplichte betaling van de premie voor een jaar. Zoals ik eerder gezegd heb, het is niet in de geest van de wet, maar het komt vooral doordat de maatschappijen denken op die manier beter uit de kosten te komen. Ashwin Agai-Bersing en daarvoor Glynis Tjongensoe, respectievelijk lid en ondervoorzitter van de Zorgraad. Zij spraken vanmorgen tijdens een openbare vergadering die de Zorgraad heeft gehouden in de ballroom van het Lalaroek-gebouw.